waarschuwing. Deze video bevat gekleurd haar. Ronald heeft zijn haar geverfd voor zijn muziekclip. Geen rare reacties alsjeblieft. Het is weer zover. We hebben hier weer een paar maanden op gewacht. Niet één maand, niet twee maanden. Ik weet eigenlijk niet zoveel. Het was lang, oké? Okay? Het duurde lang. Maar het is vandaag weer zover. Het is gewoon weer zover. Vandaag heb ik één regel. Ik mag niet lachen. Beste rollenbolletjes, het is alweer inderdaad een tijdje geleden, maar vandaag is het weer tijd voor een verboden te lachen. En geef me likes alsjeblieft. 1 like is 1 respect. Doe het voor mij, oké? We zitten namelijk weer op onze Discord. In het topje Try Not To Laugh worden verschillende soorten video's geplaatst. Allemaal verschillende soorten video's waarop ik niet mag lachen. En om het eventjes spannend te maken, als ik lach, moet ik naar Reddit 5050. Ik zie jullie wel met jullie geniepige ogen kijken. Wat is Reddit 5050? Nou, dat is een website waar je 50% hebt op iets goeds of 50% op iets slechts. En ik hoop heel vaak op iets goeds. Ik laat het wel eventjes aan jullie zien, oké? Okay? Schattige puppy geeft een high five. Oh. Of een vleesetende bacterie. Geef mij die pupper alsjeblieft. Oh. Dit komt niet meer uit mijn hoofd. Laat het uit mijn hoofd gaan. Oké, het is uit mijn hoofd. Gelukkig maar. Zijn jullie er klaar voor? Heb je er zin in? Dan is het nu tijd voor verboden te lachen 50-50. Harry Potter, Wingardium Leviosa meme. Oh god. Ik kan zulke video's nog kijken voordat artikel 13 ingaat. Als artikel 13 ingaat, dan mag ik niet meer reageren op zulke dingen. Waarom zie ik een hond met een drone? Dit is zo sad. Leviosa. Onthouden, hè. Dit is Wingardium Leviosa. Onthouden, hè. Ik moest bijna grinniken, maar het is niet gelukt. Het is niet gelukt. Rode kruis voor Javes. Die heeft mij niet laten lachen. Get wrecked. Maar waarom zou je dit doen? Dat is mijn vraag op dit moment. Why? Zeg alsjeblieft dat dit nep is. En als dit niet nep is, weet ik wat ik met Kelso ga doen. Wilbert doet een bommetje 2.0. Gaat Wilbert dan eindelijk zijn bommetje doen? Volgens mij gaat hij eindelijk zijn bommetje doen. Hé jongens, hij gaat het doen! Ben serieus, heel graag dat je een bommetje doet. Hé, dat ben ik! Hij gaat dan eindelijk je bommetje doen. Hij gaat het doen, jongens. Spannend! Oh! Bommetje. Dit is ook nog oprecht knap gemaakt. Het is ons gelukt, jongens. Wilbert heeft een bommetje gedaan. Damn you, Quinten! Je liet me lachen. Hier had ik het wel voor over. Wilbert heeft eigenlijk zijn bommetje gedaan. Ik raak er emotioneel van. Maar dit betekent wel dat ik terug moet naar Reddit 5050. Wat? Een schattige puppy stil een kalkoenbeen op Thanksgiving. Dat is wel schattig. Ik denk dat Kelso dat ook zal doen, hè. Of een stapled eye. Please, please. Disclaimer. Ik moet alle vieze dingen censureren, want anders krijg ik een strike voor YouTube. Doe niet flauw. En zeik niet in de comments. Laten we kijken. Oh god! Dit komt niet meer uit mijn hoofd. Welke video's hebben jullie nog meer? De poepsong. Wat is dit voor thumbnail? Jullie willen gewoon dat ik dat gele icoontje krijg. Dat ik gewoon geen geld verdien aan video's. I've done a poop, you see it's on your mind. Ik heb genoeg gezien. Dankjewel. Dankjewel, Ellie Smit. Grappig. Hilarisch. Indy heeft ook een video ingestuurd. En die video heet ook wel katten tegen komkommers. Ja, er is blijkbaar een ding. Er is blijkbaar een ding dat katten bang zijn voor komkommers. Ik heb geen flauw idee waarom. Waarom zijn katten bang voor komkommers? Dat is een goede vraag, hoor. Er is nog geen onderzoek gedaan naar katten die bang zijn voor komkommers. Hier ga ik niet om lachen. Hier zal ik niet om lachen. Wat een spannende muziek op de achtergrond trouwens. Oh, dit is zo sad. Ik raak hier meer verdrietig van. En die kat is nooit meer teruggekomen. Rustig, kat. Maar moest ik lachen om deze video? Nee, gelukkig niet. Rode kruis voor jullie. Jullie lieten me niet lachen. Dankjewel. Dikke kat die aan het dansen is. Hier ga ik niet om lachen, jongens. Dit is gewoon zo sad. Dit is wat je op Facebook ziet. Dit kreeg je op Hives. Dankjewel dat de lyrics trouwens van de muziek en de annotaties worden toegevoegd. Dankjewel daarvoor. Ik hoefde gewoon weer niet te lachen. Laat trouwens achter in de reactie van welke video jullie moesten lachen. Coolcat heeft zo te zien ook een video ingestuurd. Laten we hem kijken. Hij valt in het water. Gebeurt er nog iets spannends? Wauw. Oké, hij klimt hem ook.
Dat was wel leuk. Dat was onverwachts. Ik hou van onverwachte dingen. Coolcat 2552. Je liet me lachen. Je liet me lachen. Dus dat betekent dat ik gewoon alweer terug moet naar rennen. 50-50. Trypofobia. Oh my god, nee. Dat is zo smerig. Dat zie je meestal gaten in een hand of zo. Of het schattige vogel schudt zijn hand. Oh, ja, het is een vogeltje. Ja. Dit is wel schattig hoor. Waar heb ik deze karma aan verdiend? Kijk hoe schattig dit is. Ik ben blij dat ik nu moest lachen om de vorige video. Want anders had ik dit gemist. Distrek Ronald. Oh, ik heb eindelijk weer een distrekje. Ik geef deze video alvast een like. Oh god. Die Sony Vegas effect, ik hou ervan. Waarom ben ik een beetje bang? Hey Ronald, je woont in het bos. Oh, je kunt niet trappen, want je tanden zitten los. Wat? Mijn tanden zitten niet los. Ik moest trouwens lachen. Ik ben boos. Yeah! Oh nee, een slak heeft geen tanden en dat is een schande. Ik die ben geen slak. Die video mij verschut. Maar boy, je hebt geen geld en je woont in een hut. Oh, ik zette je niet voor schut. In mijn video zei ik hem dat je het leuk deed. Hij heeft toen die diss track gemaakt over NLX Don. En zo, Don en zo. En het ging echt nergens. Je hebt zacht zo in je kop en drink cola met een dop erop. Je denkt dat je grap bent. Je vindt jezelf een hele stoere vent. Hey, jawel, jawel. En ik ben een held, want ik heb een Gucci belt. Wat? Wat? Ik ben een held, want ik heb een Gucci belt? Gucci belt. Au. Oh. Zoiets. Veel plezier ermee. Moet je met je eigen truck waar je niet mee te maken hebt. Want op die manier wordt nu met je praten, gek. Was dit het? Nee! Het is over! Maar GG, ik moest lachen. Dus dat betekent dat ik terug moet naar... Reddit 50-50! Een piemeltje in de vorm van een cactus. Nou, is dat niet grappig, joh. Of iemand heeft een cactus gebruikt als... Ja. Yeah. Ik ben 22 en ik vind zulke dingen leuk. Dankjewel, internet. De sirene. We gaan kijken naar de sirene. Maar ik zie daar een jongetje al huilen in de thumbnail. Kleine spoiler. Mag af en toe ook wel. Ah, alsjeblieft niet lachen. Alsjeblieft niet. Ik heb vandaag al te erge dingen gezien. Wat? Stootte net de video op en hij... En dit jochie hier knalde met zijn hoofd tegen een glazen raam. Dat is grappig. De hele sirene vind ik niet grappig. Alleen dat hij met zijn hoofd tegen dat raampje aanknalt. Dat vind ik leuk. Oké, het is weer tijd voor Reddit 50-50. Daar zijn we dan weer op Reddit 50-50. Wat hou ik hier toch van? Een vloerworstje of een vloerpiemeltje? Laat het alsjeblieft gewoon een worstje zijn. Alsjeblieft. Waarom? Wat ik net zag was raar! Dit was raar! Zoals ik net al zei, ik moet dingen censureren. Want anders word ik gestraaid door YouTube. Gebruik je fantasie. Cute falling slot. Het is vandaag gewoon een dierenspecial. Maar het probleem is, jongen, ik moet altijd lachen om dierenvideo's. Maar nu waarschijnlijk niet. Ik haal alle dieren dingen nu uit mijn hoofd. Ik ben... diervrij. Wat was dit nou? Dit zijn van die 2 seconden video's. Domme dieren. Ik haat jullie. Die eindschreeuw. Dit noem je leuke video's. Dankjewel. Maar het probleem is, deze video liet me lachen. Nee! Dat betekent dat ik weer terug moet naar Reddit 50-50. Ja! Eekhoorn die kijkt naar een pizza of een eekhoorn die wordt gepakt door een krokodil. Een raptor is toch een krokodil? Raptor. Oh nee, ik dacht zonder grappen dat iets van een krokodil is. Het is ook een dino. Maar nu ben ik bang. Gun mij die eekhoorn die kijkt naar een pizza. Ik moet even bijkomen hoor. Waarom is dit nou weer een try not to laugh? We doen alsof hij bij mijn vriend is. Waarom willen mensen dat er rots kan gebeuren? Kap daarmee. Nieuw nummer van Ronald gelekt. Oh nee. Nee, dit gaat niet gebeuren, jongens. Nee. 24 december om 12 uur. Komt er een nieuw nummertje van me uit. Hij is gelekt blijkbaar. Laat hem luisteren. Wat? Ik ga afvallen in 3, 2, 1, go! Hij is niet uitgelekt nog. Hij is nog niet uitgelekt.
Flipgebaar, zijn nieuwe druk dan op het belletje en abonneer alvast. Korte, grappige video. Deze video is ingestuurd door Mean One Boy. Oh, hey, als je me laat lachen. Als je me laat lachen, ik word boos. Ik word pit. Rode kruis. En van je hele hola. Houten er moet maar in. Da-da-da. Houten er moet maar in. Da-da-da. Houten er moet maar in. Deze video is gewoon niet leuk, omdat het weer ingesproken is door Rogus met Mad Libs app. Deze video is niet leuk. Ik ben nu echt teleurgesteld. Ik heb net erge dingen gezien op Reddit 5050, oké? Okay? Ik wil video's die me laten lachen. Maar het is een verboden te lachen, dus ik ben hier ook wel weer blij mee. This is YouTube. Deze video is ingestuurd door Deleted User. Volgens mij is hij verwijderd. Ik heb geen flauw idee. Kom terug naar mijn Discord. Link in de beschrijving. Dit is zo waar. Dit is zo waar. Ik heb het altijd. YouTube is een hard leventje, oké? Okay? Shit, ik moest wel lachen. Een geit die wordt onthoofd of twee geiten die spelen met een kind. Laat het alsjeblieft die kinderen zijn. Waarom staat dit op YouTube? Als ik zulke video's upload, ik word helemaal gestrakt. Ik heb te veel gezegd. Er zit ook nog advertenties op. Goed gedaan, YouTube. Applausje voor jullie. Goed gedaan. Zeg mensen bedankt voor het kijken naar deze video. Dit was een nieuwe aflevering van Verboden te Lachen. Laat achter in de reacties van welke video jullie moesten lachen. Vergeet natuurlijk niet op het duimpje omhoog te smashen en op de abonneerknopje. Heb je deze video nog niet gezien? Zeker weten kijken. Abonneer hier in de video onder. Mwah. Masterpiece. Zeg mensen bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei! Doei, hè? Dat heb ik altijd 10 minuten. Waarschijnlijk wel.